het enige wat ik had, was een buffer. Dat ik dacht van ja, als ik een aantal maanden ziek word, dan kan ik het overbruggen. Maar ja, als ik langdurig ziek was geworden, dan had ik wel een probleem gekregen. Nu heb ik een broodfonds en ik ben daar echt heel erg blij mee dat ik die voorziening achter de hand heb. Nou hebben jullie een broodfonds in Hengelo sinds een aantal jaren. Hoeveel ondernemers en wat voor ondernemers zijn daarbij betrokken? Wij hebben op dit moment 48 ondernemers in ons broodfonds zitten. Het maximum van een broodfonds is 50, dus wij zitten eigenlijk bijna vol. Als je nou vraagt wat voor ondernemers zitten daar, ik vind het een geweldige club mensen. En dat komt deels ook wel door de diversiteit die erin zit. We hebben mensen uit hele praktische beroepen, werkzaam in de bouw, in de metaal. Maar tegelijkertijd ook mensen die als interim manager functioneren, communicatiemensen, coaches, trainers, ja, techneuten. Het is echt een mix van de maatschappij en eigenlijk van zelfstandig Nederland zoals we werken. Want hoe groot is die club aan broodfondsen in Nederland? Nou, ik zit hier op de website te kijken en er zijn 354 broodfondsen in heel Nederland in 213 steden. Met 15.916 deelnemers totaal. En momenteel zijn er 40 broodfondsen in oprichting. Dus er zitten dadelijk over de 400 broodfondsen bijna. Kunnen we dat niet wat structureler gaan aanpakken? In Zwolle bestaan er al 6 broodfondsen. Waarom komen ondernemers nu weer hier naartoe voor een informatieavond? Omdat er nog steeds heel veel ondernemers zijn die niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. En overkomt je wat als zelfstandig ondernemer en je hebt niets geregeld, dan ontstaat er een financieel probleem. En heel veel mensen voelen zich daar natuurlijk niet echt happy bij. Dus die hebben zoiets van, ik wil in ieder geval kijken van wat het is, het broodfonds, en misschien is het wat voor mij. Dus het is goed dat mensen gaan kijken van wat is er allemaal te regelen of wat kun je regelen voor het moment dat je arbeidsongeschikt wordt. Ik vind dat allemaal wel handig. Ik vind het gewoon heel goed doordacht, zeg maar. Slim, daar heb ik bewondering voor, ja. Dat zien ook meer mensen, want er zijn in Nederland meer dan 350 broodfondsen, heb ik me laten vertellen. Denkt u ook dat u het gaat doen? Want aan het eind waren ook terecht, denk ik, vragen van, er zullen ook vast wel hier haken en ogen aan zitten. Ja, er zullen zeker haken en ogen zitten, maar ik ga het wel doen. En dan neem ik afscheid van de verzekeraar waar ik nou bij betrokken ben. U zwaait al, ja. U zegt doei tegen de verzekeraar, ja. En u stapt in het broodfonds. Ja, dat heb ik al besloten, ja. Er zitten ook risico's aan, maar ja, je bent ondernemer, dus je bent al gewend risico's te nemen. En meestal is het nog goed gekomen, dus het zal nu ook wel goed komen, denk ik. Ja.